Hallo lieve kijkers, vandaag weer een nieuwe aflevering. Er wordt wat van de spelers gevraagd deze wedstrijd, die zinderend beloofd te worden. En namens Jury en mij van harte welkom bij deze wedstrijd in het Parc des Princes. Heb jij er zin in? Ja, natuurlijk. Ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt. Laten we hopen op een boeiende partij tussen Paris Saint-Germain en AS Saint-Étienne. Paris Saint-Germain heeft de aftrap verzorgd en de wedstrijd is begonnen. Wachten. U zal de tegenstander moeten komen, Evert. Genadeloos ingeschoten door zeer dichtbij, daar valt bijna weer te halen voor de keeper. Ja, die was kansloos bij deze actie. Die zal zijn verdedigers nog wel even flink een les leveren. Het eerste doelpunt van vandaag. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Wat een ruimte daar voor Hazard aan de zijkant. Cristiano Ronaldo. Ronaldo gaat scoren, denk ik. Sterk gekeerd. Die doelman begrijpt dat je zo'n bal naar de zijkant moet slaan. De supporters voelen dat er iets in de lucht hangt. Wordt het aanvallend. Varane! Die gaat naast de goal. Denk jij? Je zou het toch haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de pak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Drie minuten extra tijd. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Goed gezien. Een wereldpaas van Ronaldo. Ronaldo met een schot. Mbappé. But de Paris Saint-Germain. Nog een goal. Deze voorsprong geven ze niet meer uit handen. Als ze het nou nog uit handen geven, even. De wedstrijd is nog lang, maar deze achterstand lijkt me onoverbrugbaar. We gaan rusten bij 3. Daar gaan we. Hij had er al één op zijn naam staan en maakt er nu nog één. De goal vanuit een andere hoek. Echt, spannend zal het vandaag niet worden. Boetjes. Op dit niveau mag je toch verwachten dat ze een bal in de voeten van een medespeler kunnen schuiven. Met veel gevoel gegeven op Pogba. Als die aanval was doorgezet, had het gevaarlijk kunnen worden. Doeltrap. Cristiano Ronaldo is op dreef vandaag, hoor. De man van de maniertjes en de geniale acties is heel erg belangrijk voor zijn club. Ja, hij waant zich vandaag in de schiettent. Ja, die doelman moet gek van hem worden. Hier zie je goed hoe hij het doel uit alle hoeken onder vuur neemt. En met succes prachtige doelpunten. Ronaldo, hij breekt door de verdediging. Die bal is weg. Bal in de 16. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Als volgende treffen in de kwartfinale van de UEFA Champions League presenteert EA Sports de heenwedstrijd van Paris Saint-Germain. De ploeg speelt thuis tegen Atletico Madrid. Dat lijkt me een fijn duel, Evert. Ronaldo met een schot. Ja,
in het netje. Nummertje 3 voor Cristiano Ronaldo. Er staat weer geen maat op deze Portugees. En ja hoor, nummer 3 van vandaag. Dat is lekker voor een speler. Hij schiet ze erachter elkaar in even. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen uiteraard. Dat is niet zijn sterke been, maar wel sterk genoeg om mee te scoren dit keer. Nou, je kunt echt op je zwakke been keer trainen dat hij sterker wordt. Hè? Dat is nou echt iets dat trainbaar is. En dat heeft deze speler dus goed gedaan. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Het gaat ze makkelijk af, Joeri. De supporters zitten te smullen van deze wedstrijd. Ja, dat was ook te verwachten. Ah, ze zijn gewoon een klasse beter. Mooi gedaan. Hij staat daar in zijn eentje. Bijna had hij de voorsprong nog verder uitgebouwd. Maar net niet dus. Nog maar 8 minuten te gaan. Antoine Griezmann. Mbappé, dat is een lekker balletje. Mbappé, Antoine Griezmann, schot van Griezmann. Het is wachten op de corner. Tijd voor een wissel. Diepe corner. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Nou, het einde van de wedstrijd is in zicht. En het is wel duidelijk wie hier gaat winnen. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Dat zou wel eens tot een kans kunnen leiden. De extra tijd bedraagt 3 minuten. Maar goed, eens kijken of die voorzet komt. Daar is het schot. Ja, natuurlijk. Gewoon schieten, ook al lijkt de hoek nog zo moeilijk. Dat scheelde niet veel, Evert. Andere opties lagen misschien meer voor de hand, maar ik vind dit ook wel mooi. Mbappé, hard en laag voorgegeven. Een goal van Antoine Griezmann. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Ah, dat voelt lekker hoor, zo op het laatste moment toch nog eentje bijprikken. De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zometeen met de winst naar huis gaat. De scheidsrechter blijft af voor vandaag en Paris Saint-Germain. Eens kijken wat deze twee teams vandaag op de mat leggen in hun eerste kwartfinale wedstrijd. De blijdschap. Logisch, maar ze kunnen niet rustig achteroverleunen doen. Het blijft een krappe voorsprong. Het lijkt zo makkelijk van zo dichtbij, maar het gaat nog wel eens mis. Niet in dit geval. Nee, hij zit er lekker in. De verdediging lijkt te slapen. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Wesley. En we zijn begonnen. Dat gaan we nog even vanuit een andere hoek bekijken, want hij leek naast te gaan. Was dat wel zo bedoeld, Evert? Maar hij gaat er wel lekker in. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Neymar. En na een verdienstelijke wedstrijd mag deze speler naar de kant onder luid applaus van het publiek. Zou kunnen voorzetten. Die paas wat onderschept. Cristiano Ronaldo.
En die bal is opgeruimd. Saul. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Saul schiet kant van dichtbij. We krijgen een kort op een wel heel belangrijk moment. De wedstrijd loopt op het eind, maar misschien valt er nog wel een doelpunt. De hoekschop komt in het strafschopgebied. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Lucas Hernandez. Yannick Carrasco. Hij werkt die bal weg. Wat gaan ze nog doen in deze laatste minuten? Of eindigt deze wedstrijd in een gelijkspel? Fijne bal van Ronaldo. Prima steekpas op Neymar. Neymar! Hij gaat er niet in. De keeper keert die inzet van dichtbij. Geweldige redding. En daarmee zijn de tiende in de slotfase op een gelijkspel. Er gaat gewisseld worden door Atletico Madrid. Dembele neemt de hoekschop. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. De extra tijd bedraagt maar 2 minuten. Mukunku. Cristiano Ronaldo. En het gevaar is eruit gehaald. Gelson Martins. De wedstrijd zit erop. Het is 1-1 geworden. Beide teams. UEFA Champions League, Jori. Vanavond weten we wie zich weet te plaatsen van dichtbij. Wat een reflex heeft het. Schitterend om te zien. Dembele neemt de hoekschop. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Dembele. Nee, die bal komt niet bij een ploeggenoot. De keeper pakt hem. Dit is Cristiano Ronaldo. Rodrigo. Wesley. Anderson Talisca. Lucas Hernandez. Die is er vandoor. De keeper grijpt in. Die is doorgebroken. Hij wordt vrij gespeeld in de diepte. Daar is de poging. Daar is het eerste doelpunt van deze wedstrijd. En de spelers zijn door het dolle heen. En terecht. Maar ze zullen het hoofd erbij moeten houden. Want ze zeiden nog niet. Dat is lekker zo'n doelpunt net voor de rust. Ja, goede timing zou ik zeggen. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Wesley. Presnel Kimpembe. We krijgen maar 2 minuten blessuretijd. Cristiano Ronaldo onderschept de bal goed. Rodrigo. Saul. We gaan rusten bij deze kwartfinale wedstrijd van de UEFA Champions League. En de voorsprong is er. En daar zullen ze veel vertrouwen uitputten, Jori. Ja, ja. Maar ze moeten bij deze stand nog niet denken dat het al gespeeld is. Paris Saint-Germain heeft aan het begin van het strafschopgebied en dus een penalty voor Paris Saint-Germain. Daar krijgt hij een gele kaart voor, hoor. Doelpunt. Ronaldo blijft kalm van 11 meter. De strafschop wordt goed benut. Cristiano Ronaldo schiet de penalty erin. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Kijk, een tevreden coach. Ja, wat logisch is bij deze stand. Het gaat allemaal volgens een leien dak.
voorsprong is verder uitgebouwd. Het verschil wordt nu opgegroot. Ja, ik denk dat het zijn willen gespeeld. Maar ja, je weet het hoor. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Bal gaat over de achterlijn corner. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Hij speelt de hele dag al goede passes. Benjamin Hendricks. Andersson Talisca. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. De trainer van Atletico Madrid achter tijd voor een wissel. Marquinhos. Pogba. Griezmann. Sissoko. Paas na paas. Deze mannen spelen echt als een team hoor. Ja, even, ze hebben echt vertrouwen. Ongelooflijk hoor. Hij laat zijn grote kwaliteit zien met deze actie. De keeper mag hem dankbaar zijn. Er gaat gewisseld worden door Atletico Madrid. Sissoko. Hij weet die paas te onderscheppen. Dit is Cristiano Ronaldo. Hij raakt hem vol. We kijken naar deze hoekschop. Dat was geen slecht schot, maar die redding mag er ook zijn. De hoekschop komt van Neymar. De hoekschop wordt weggebokst door de doelman. We krijgen een vrije trap. We hebben nog een krappe 4 minuten aan reguliere speeltijd. Saul. Gelson Martins. Bal weer terug. Gelson. De paas. Kijk eens. Geen goed schot. Gaat ruim naast. De extra tijd bedraagt 3 minuten. Paul Pogba. Neymar. En in een inter... Mbappé. Mbappé. Hij dacht echt dat die bal erin zou gaan, Juri. Zeker omdat hij al eerder heeft gescoord. Er is nog maar 1 minuut speeltijd over. Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is 3-0. De supporters zijn door het dolle heen. En dat is volkomen begrijpelijk, Juri. Hun ploeg heeft de halve finale van dit toernooi bereikt. Ja, het resultaat over 2 wedstrijden heeft uiteindelijk het verschil gemaakt in deze spectaculaire tweestrijd.
We kijken naar Cristiano Ronaldo, die bezig is met zijn warming-up. Hij is de topscorer van de competitie, dus de verdedigers kunnen hun borst nat maken. Beste voetballiefhebbers, welkom bij de wedstrijd. Ik ben even te Napel en word zoals altijd vergezeld door Jurie Mulder. Ja, en Jurie Mulder denkt dat hij een hele mooie wedstrijd te zien gaat krijgen vandaag. Ja. De bal ligt op een prima plek voor een speler met een goede traptechniek. Goeie knal hoor. En hij tikt de bal over de lat. Jury, wat denkt u van de ploeg die vandaag uitspeelt? Ze staan er goed voor om de titel te pakken, Evert. Als ze geconcentreerd blijven spelen en geen fouten maken, moet het gaan lukken. Mooie redding van de keeper op dat afstandsschot. Goed geschoten van die afstand, maar de keeper zit er goed bij. De bal wordt voor het doel gebracht. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Gaat op het doel af. Doet hij goed. Hij zet voor, maar er zit een verdediger tussen. En dat feest gaat dus niet door. Hij werkt de bal weg en het gevaar is voorbij nu. De bezoekers beschikken over een verdediging die zich lastig laat passeren. Statistisch gezien op het doel af. Dat leek een gevaarlijke voorzet, maar hij gaat aan alles en iedereen voorbij. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. En we krijgen een hoekschop. Hij kiest voor een bal in... Varane! De bal gaat naast. Om te zien, maar de tegenstander zal zich terug willen vechten in de wedstrijd. Een voorzet op maat en hij hoefde hem alleen maar in te knikken. Ja, en de keeper was kansloos. De goal vanuit een andere hoek. Genadeloos ingeschoten van zeer dichtbij. Daar valt weinig eer te behalen voor de keeper. Ja, die was kansloos bij deze actie. Die zal zijn verdedigers nog wel even flink een les geven. Benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. De bezoekers nemen een voorsprong mee naar de kleedkamer. Ja, niet verwonderd. Paris Saint-Germain deelde de dus. De trainer wisselt de drie tegelijk. Als er nou straks maar niemand geblesseerd raakt. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. De voorzet is een prooi voor de achterhoede. Dembele. Mbappé. Antoine Griezmann. De verdediging stapt op het goede moment en zet de aanvallers buitenspel. Goed gezien van de arbitrage trouwens. Ronaldo. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Dit wordt gevaarlijk. Griezmann. Hazard. Cristiano Ronaldo. Schot van Ronaldo. Ze willen natuurlijk wel verder uitlopen op de tegenstander, maar deze gaat er net niet in.
Nog maar 3 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Pogba. Antoine Griezmann. Fijne bal van Griezmann. Dembele. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. De scheidsrechter fluit de wedstrijd af. Paris Saint-Germain is de winnaar. Ze zijn vandaag geen moment in gevaar gekomen en dus winnen ze niet alleen de wedstrijd, maar houden ook de nul. Goed gedaan door die spelers, maar van mij had het wel wat spannender gemogen. De bezoekers nemen vandaag 3 punten mee naar huis. Nou, de trainer zal in zijn opje zijn met deze prestatie. Weer een goede wedstrijd van hun achterhoede en de doelman, ja, die heeft het doel wel schoongehouden. Ja, Evert, vandaag zijn we weer van de partij. En kijk eens, wat een vreugde. Mooi om te zien, maar de tegenstander zal zich terug willen vechten in de wedstrijd. Prima doelpunt met het hoofd. En natuurlijk ook wel een goede voorzet. En dat is natuurlijk heel belangrijk. De goal vanuit een andere hoek. Ja. 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. Oh, daar hadden ze niet op berekend. Het stadion lijkt wel een graftombe naar het late doelpunt. Ja, je kunt hier een speld horen van... Zou Paris Saint-Germain in deze tweede helft nog moeilijk gaan krijgen? Of is de buit eigenlijk al binnen? In deze tweede helft gaat de coach de zaak nieuw leven inblazen. Want er moest echt iets veranderen. Kurtzuma. De paas is goed. Ze krijgen een vrije schop. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren. Prima schop. Oei, dat was een uitstekende vrije trap. Een wissel in de ploeg die voor staat. En zo willen ze uiteraard aan de leiding blijven. De bal wordt voor het doel gebracht. Geef hem voor! Ze waren er bijna. Het was een zeer goede kans op het doelpunt. Maar de verdediging ging ervoor staan. Antoine Griezmann, schot van Griezmann. Daar is opnieuw een goal. Is dit de beslissing, Jury? Wat denk jij? Je zou het al haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Prachtig geplaatst schot in de kruising. Ja, die zit er goed in. De goal vanuit een andere hoek. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd over. Kevin Ruek. Paris Saint-Germain trekt aan het langste eind en mag heen gooien. Koulibaly. Nkunku. Varane. Marquinhos. Het balbezit is heilig, want het einde van de wedstrijd komt in zicht. De kijker wordt uitstekend samengewerkt. De bal gaat moeiteloos rond. Ja, ze laten de bal het werk doen. Goed voetbal dit. Hij breekt door de verdediging. Griezmann. Buut de Paris Saint-Germain. Doelpunt nummer 2 voor hem vandaag. Daarmee denk je zelfvertrouwen. Kijken naar
einde van de wedstrijd komt in zicht. Normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Antonio Sanabria. Marquinhos. Paul Pogba. We hebben nog een krappe 4 minuten aan reguliere speeltijd. Mbappé, die wordt vrijgespeeld in de diepte. Daar is hij dan. Griezmann met zijn derde. Wat een klasbak is dat, Paul. Nummer 3. En dat maakt een hat-trick. Over rendement hebben we niet te klagen bij deze speler. 3 goals in 1 wedstrijd. Geweldig. Laten we dat nu van nog eens bekijken. De wedstrijd is grotendeels gespeeld. En het lijkt me duidelijk wie zometeen met de winst naar huis gaat. Matthias Ginter. Antonio Sanabria. Komt dichter in de buurt van het doel. En nu uithalen. De bal gaat op de stip. Dat moet wel rood zijn. Hij kon kiezen tussen een doelpunt en een rode kaart. En hij kiest voor het laatste. Ik vind het wel een goede keuze, Evert. Gewoon neerhalen die speler, want anders krijg je een goal tegen. Dan maar met z'n tienen verder. En de strafschop gaat erin. En die strafschop belandt in het net. Ze zeggen altijd dat degene die de strafschop neemt alles te verliezen heeft. Maar hij schiet de bal erin en komt dus als winnaar uit de strijd. Griezmann. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Ze hebben de halve finale gewonnen en gaan dus naar de eindstrijd. Ja, en een kans dus op de beker. Ze lijken er wel klaar voor te zijn. Voor nu like, abonneer en tot de volgende keer. Doei!